Dag allemaal. Van harte welkom bij Hoorn TV. Jullie kijken naar je eigen burgemeester, Onno van Veldhuizen. Het is voor de eerste keer dat ik jullie zo mag toespreken, u zo mag toespreken. En dat toespreken, dat klinkt al een beetje formeel. Ik wil het eigenlijk heel graag een beetje informeel hebben. En net zo alsof ik bij jullie thuis zit aan de keukentafel. Of u bij mij thuis zit aan de keukentafel. Zodat ik gewoon eens een beetje kan vertellen wat mij alle dagen in onze mooie stad Hoorn en in West-Friesland bezighoudt. We hebben een week achter de rug, al meer dan een week, van het koninklijk bezoek. Zo denken, nou, misschien gaat hij daar nog wat over vertellen. Nou, daar is al zoveel over verteld dat ik dacht, dat laat ik nou maar. En het is ook bijna het einde van de politieke periode. Het reces gaat beginnen. Dus we werken hier ontzettend hard met een hele hoop vergaderingen. Maar ik wilde het maar over iets kleins hebben, misschien wat groter. Twitter. Gisteren heb ik, als het goed is, mijn eerste tweet verstuurd naar aanleiding van een weddenschap. 1000 volgers en dan gaat de burgemeester twitteren. Sommigen vonden dat leuk, anderen arrogant. Laat eerst maar eens wat twitteren en dan gaan we wel zien of we gaan volgen. Dat laatste kan natuurlijk altijd. Maar ik had een beetje Twitter-twijfel en misschien ook wel een beetje Twitter-vrees. Er is ontzettend veel informatie en ik dacht, ja, moet ik daar nog als burgemeester nu ook nog weer op Twitter op? Ik keek de kat uit de boom en de meeste verstandige vogeltjes doen dat toch even. Ik heb een hele goede vriend en die zit in de mediawereld. En die vertelde mij 4 jaar geleden, Onno, Twitter, dat wordt echt heel groot. En ik zei, nou Herbert-Jan, ik weet het niet. Ik denk het niet. Ik heb ongelijk gekregen. Hij heeft gelijk gekregen. 33% van de Nederlanders schijnt nu te twitteren, waarvan 8% actief. Ik heb ook een beetje gelijk gekregen. Want ik heb in die tijd, in die 4 jaar natuurlijk ook allerlei ongelukken zien gebeuren met mensen die veel te veel twitteren. Domme dingen twitteren. En dan dacht ik wel eens, ja, helpt dat nou de stad en de burgemeester vooruit als ik me ook nog eens in die wereld ga storten? Want als ik dat doe, dan moet het ook weer een beetje goed zijn, want iedereen gaat er ongetwijfeld weer van alles van vinden. Het is een beetje een zoektocht. En dan gaat het ook blijven voor me. Vallen en opstaan. Ja, dat wordt veel mensen gegund. Ik hoop mij ook, maar ik weet ook dat het af en toe toch ook vrij onbarmhartig en niet erg vergevingsgezind is als je daarin een fout maakt. Wat kunt u nou van mij verwachten als ik ga twitteren? Ja, u volgt de burgemeester. Dus het moet iets voor de burgemeester opleveren dat u met elkaar zegt, nou, daar heb ik toch een beetje wat aan gehad. En het was niet volstrekt overbodig. Laat eens een tijd alsjeblieft aan de echte dingen opmaken. Mijzelf als persoon kennende zal ik geen superactieve twitteraar worden. En zal het ook daar een beetje slow information zijn. Maar wat erop komt, daarvan zal ik in ieder geval vinden dat het de moeite waard is om het u te laten weten. Ik wil natuurlijk ook graag mensen volgen. We lenen op Twitter elkaars digitale zintuigen. En dan hoop ik dat we daar samen verstandiger en rijker van worden. En dat we dat ook in die zin wat extra's kunnen doen voor het bestuur van de stad. Zo ga ik maar eens beginnen als uw burgemeester, die graag een verbinder, een vertrouwensman wil zijn en ook een vernieuwer wil zijn. Iemand die de hele dag met het sandwichbord van Hoorn achter en voorop rondloopt. Aan de voorkant als de ambassadeur, aan de achterkant als lobbyist en advocaat. En ook toch die burgemeester die wat gezag mee moet brengen wanneer het gaat over hoe gaat samenleven met elkaar eigenlijk. Als u mij wilt volgen, dan kan dat. Als u nog meer wil weten over hoe ik tegen Twitter aankijk, ook. Ik heb er een weblogje aan gewijd, dus ik doe het nu volgens de moderne middelen helemaal goed. Ik ben eerst gaan twitteren, daarna even bij u op televisie geweest en nu krijgt u ook nog een weblogje over hetzelfde onderwerp.
Ik zou niet weten hoe ik dat nu, naar de regels der kunst, nog mooier en beter zou kunnen doen. Met heel veel dank aan Hoorn TV. En ik wens u een hele prettige en mooie dag of nacht, al nagelang op welk tijdstip u kijkt. En tot ziens, gewoon in de stad, want ik blijf een mens. Niet digitaal, maar van echte mensen. Dus ik hoop u te zien en te spreken. Dank u wel.